staan hier op Sportpark WTC, de tennisclub van Wezep, op 10 juli. En jullie houden vandaag een jeugdtennis try-out. Ja, we hebben de basisscholen uitgenodigd om op de Wezepse tennisclub een keer te komen proberen. En hoe bevalt dat? Ja, heel goed. De combinatiefunctionarissen die in dienst zijn van de gemeente zijn bij alle basisscholen langs geweest. En samen met de tennisschool die hier op het park normaal gesproken de lessen verzorgt, hebben ze een middag georganiseerd. Vorige week woensdag en vandaag weer. En hoe is dit tot stand gekomen? Nou, we hebben regelmatig overleg met de combinatiefunctionarissen en natuurlijk ook met onze eigen tennisschool. En daar is het idee ontstaan om de basisschooljeugd naar de tennisclub te halen. En dat is nu gebeurd. En worden er nou veel, is het de eerste keer dat het initiatief is genomen? Nou, op deze manier wel. We zijn wel eens eerder met de tennisschool naar de basisschool geweest. En we houden ook wel in de winter houden we zogenaamde balvaardigheidstrainingen voor de beginners die willen gaan lessen. En dit is weer eens wat anders. En we zijn, het gaat heel goed. En worden er nou kinderen lid van de tennisclub door middel van deze middagen? Nou, dat hopen we natuurlijk wel. Dus alle kinderen en zeker de ouders die hier ook aanwezig zijn, die krijgen inschrijfformulieren mee. En ik heb al gezien dat een aantal ouders al zeer geïnteresseerd zijn. Dus jullie hebben al aanmeldingen binnen? Nou, ik zag net dat er iemand had dat al ingeleverd. Ja. Dus één aanmelding is in ieder geval binnen. En misschien zelfs ook een paar ouders die gezien hebben dat ze samen met hun kinderen ook heel leuk kunnen tennissen. Gaan jullie dit ook vaker organiseren? Nou, ik denk het wel. Het blijkt wel de afgelopen tijd dat het steeds lastiger is om kinderen naar de tennisbaan te krijgen. Die om te beginnen met lessen. En we zullen heel veel actie moeten ondernemen om de kinderen hier naartoe te halen. En dit is daar één van. Dank u wel. Graag gedaan. Ik word nu al een soort paleo-geit. Dat kun je zelf toch? Kun je niet tellen? Ik help wel eens. Ga maar proberen. Jongen, ik moet nu afslaan. Die is goed. Of voor de twee stuiten. Voor wie is het een punt? Voor wie? Waarom is het voor hem een punt? Weet je dat ook? Niet? Hoe vaak stuiten die bij jou in het vak? Hè? Drie keer. En hoe vaak nog? Ja, maar mag ik nog even proberen?